Hey, hoe lang is die paal nou eigenlijk? 8 meter. 8? Dat is toch wel hoger dan de vorige, of niet? Of is dat het standaard formaat? Er staat eigenlijk een opdracht 8 meter, maar ik weet niet hoe lang was die andere. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Hé, maar ik heb wel een foto van. Eigenlijk de vorige... Oh, dat is hoe die was? Ja. Oh, die zag eigenlijk ook best lang, hè? Wie zie ik daar nu? Van deze historische gebeurtenissen. Ja, nou ja, dit... Kom jij je bed uit? Dit is het... Wat vind jij nou van de paal? Oh, wat gaat er dan heen? Ik wat over zeggen. Ik ben overmand door emoties. Dat ik in zo'n korte tijd zou... Ze waren hier nog niet. Ik kreeg al 6 berichten hier. Ze zijn bezig. Ben jij ook blij met de paal? Absoluut. Ja? Ik ben hartstikke blij met de paal. Heb je hem gemist, de paal? Mijn god, je wil niet weten wat dat voor gemis was in de middenbouw. Ja, dat is toch behoorlijk emotioneel. Hè? Absoluut. Ik ben er helemaal stil van. Alle meter de grond in gewoon. Ja. Hey heren, ik vind het mooi geweest. Hij staat. Hartelijk bedankt. Goed gedaan. Ik koop nog een bakje koffie van jullie, die drink je dan zomaar op. Hè? Is goed. En gaat hij nog branden vanavond of gaat dat niet lukken? Zeker. Ja? Vanavond is hij aan. Hey, super, dank jullie wel. Het wordt allemaal goed. Oké, hoi. Hey, meneer de voorzitter, we hebben de paal terug. Wat gaat er door je heen? Ja, een historisch moment voor Middelburg. Dat na een hele lange periode met heel veel verhalen rond de paal, dat we eindelijk weer licht op de markt hebben. Ja, en een belangrijk stukje markt, toch? En een zeer belangrijk stukje markt. Nou, we zijn net voor het seizoen, dus afgerond. Afgerond. Volgende verhaal. Volgende verhaal. Bedankt, hè.